me warm you up. Oh baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out slim as a high. Introductievlog. Nou Scott, wat doe jij hier allemaal? Leg eens even uit. Hoe vond je deze week? Nou, een beetje wennen. Ik ga voetbal geven met Charé, Thomas, Jesse, Lars. En dat hebben we nu één keer gedaan. De rest van de keren was het gecanceld. Hey Thomas, wat doe jij hier allemaal? Nee, wij zijn hier met z'n allen volgens mij met de preschool mensen bezig. Dus echt kleine kinderen van 3-4 jaar. Nog net voordat ze naar school gaan, daar zijn we vaak onze, ja, in ons geval voetbal aan les aan het geven, maar meer op een speelse manier. Daarnaast hebben we ook een basisschool waar we op les geven, maar dat zijn een beetje in een achterstandsbuurt. Dus het is wel vaak politieagentje spelen in plaats van echt lesgeven. Ja, en voor de rest hebben we nog een speciaal project voor een school. Van kinderen die niet op een sportclub zitten of wat dan ook, die kunnen wij voetbal lesgeven. En dan in de avonden gaan wij echt met de teams, zeg maar, van het eiland aan de slag. Vind ik heel mooi uitgelegd, Omar. Vond ik ook. Kort maar krachtig. Maar dat doen wij alle vier, toch? Ja. Dat doen wij alle vijf. Pats, die doet dan wel weer wat anders. Yes. Ja, ik doe in plaats van voetbal doe ik rugby. Superleuk. Echt vet goed in. Wat vind je er dan zo leuk aan? Ja, nou, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan, maar het was wel... Ik heb het maandag voor het eerst gedaan en toen ja, het viel wel. De groep is echt superleuk. Het is een wat oudere groep, zijn volgens mij tussen de 16 en 25. Dus ja, het is wel grappig. En naast rugby doe ik ook nog zwemmen. Maar dat is tot nu toe altijd gecanceld, dus dat is top. Hey Lars, wat vind jij de verschillen tussen hier en in Nederland? Dat is een goeie. In Nederland dan richt je je specifiek tijdens de lessen en hier is het eigenlijk gewoon vermaakte kinderen en geef ze een leuke tijd en bij dat voetbal werkt het wel. Alleen even wennen als we bij de naschoolse opvang zitten, want dan zijn ze zo druk en willen ze zoveel doen dat het erg lastig is om die lessen te geven. Maar ja, daar werken we gewoon aan de komende weken. Dus, ja. Hey Jesse. Hij is cool. Kun jij nog wat aan toevoegen? Of wat vind je van het verblijf? Of van, Het verblijf is wel anders dan dat ik zelf had verwacht. Ik dacht namelijk dat je met z'n tweeën op een kamer sliep. Alleen nu slaap je ook nog met een... Scott, ik, Lars en Thomas slapen dan met iemand uit een ander land of uit Nederland op de kamer. En we dachten dat we, zeg maar, gewoon met z'n tweeën op een kamer zaten. Je deelt hier ook de badkamer. Dat vind ik dan niet zo heel erg. En het verblijf, ja, we hadden iets meer van het ontbijt verwacht. En de wifi werkt nog steeds niet. Alles gaat hier heel traag in vergelijking tot met Nederland. Hier duurt alles een week langer, zeg maar. En ja, dat is wel even wennen af en toe. Ik heb nog een vraag te bedenken. Heb jij nog wat toe te voegen, Charé? In welke fase? Hey Charé, heb jij nog wat toe te voegen hieraan? Of aan je sport of wat je minder vindt of meer, beter? Nou, ik vind het wel leuk om met die kleinere kinderen te sporten, dus van 3 tot 4 jaar. En dat had ik zelf nog niet echt verwacht, dus ja, dat is weer iets nieuws. Dus kort samengevat, Scott. Dus kort samengevat. Het is even wennen hier al. Weer is lekker, het is altijd warm. Maar als je dus overdag aan lesgeven bent, kan het soms ook even te warm zijn. Dus je moet ook waterpauzes houden en et cetera. En rust. Maar ik denk dat het wel wennen wordt. Maar we wennen er wel aan.
Ja, de heel eerste week zijn de dagen vrij lang. Je geeft eigenlijk de hele dag les en reist van op naar hè. En ik denk dat als je een beetje een mooie plek gevonden hebt, dat het wel wat rustiger wordt. Hier komen een paar beelden. Yes. Dag Nederland. Dag Nederland. Baby, now let me warm you up, baby, please.